miljoen jaren geleden waren de vulkanen, de Erciyes in het oosten en de Hassan-vulkaan in het westen, in volle werking. Na het afkoelen van de lava is de geschiedenis van Cappadocië begonnen. We wanen ons op een andere planeet. Het doet denken aan een maanlandschap en dit over een oppervlakte van meer dan 20.000 vierkante kilometer. Vanuit onze warme luchtballon genieten we van het sprookjesachtige tufsteenlandschap. Cappadocië wordt beschouwd als de wieg van diverse beschavingen. In Passabach zijn vestigingsplaatsen gevonden uit de 9- en 10.000-jarige steentijd. Het verleden en de cultuur van de mensen van voorheen en hun omgeving herleeft hier. In deze grotten bevonden zich woningen, kloosters, kerken en schuilplaatsen van de christenen. In de kameelvallei bevindt zich de beroemde kameel in tufsteen. In de ondergrondse stad Kayamakli hebben de Grieken hier een toevlucht gezocht en gevonden ten tijde van de Arabische belegering. Hier bevinden zich met de hand uitgehakt talrijke ondergrondse verbindingen met woonruimtes, opslagruimtes voor wijn en etenswaren, kokers voor luchtcirculatie, waterreservoirs en stenen deuren om tegen van buitenkomend gevaar beschermd te zijn. Momenteel is slechts een fractie van het complex open voor het publiek. Zelve, het dal van de monniken. Hier vindt men de mooiste sprookjesstenen in groepen. Ze wisselen een hoogte tussen de 15 en 20 meter. Ten gevolge van grote erosie door wind en water kwamen de rotsen die bestand waren tegen het uitslijten tevoorschijn. Kleine harde rotsen bleven op grotere rotsen liggen en vormen nu de sprookjesstenen en talrijke markante rotsformaties. Cappadocië wordt beschouwd als de wieg van diverse beschavingen. Het is opgenomen als werelderfgoed van de UNESCO.